Suriname moet nog wat zaken in orde maken alvorens wij als land visumvrij kunnen reizen naar het Schengengebied van Europa. Minister Albert Ramdien van Buitenlandse Zaken zegt tegenover onze nieuwsdienst dat Suriname haar paspoort moet upgraden om op internationaal niveau aan de standaarden van het Schengengebied te kunnen voldoen. De bewindsman geeft aan dat de aanvraag wederom op de agenda geplaatst zal worden wanneer het nieuwe kabinet van Nederland aantreedt. De wet op paspoorten, die reeds is aangepast, zal ter goedkeuring worden ingediend bij de Nationale Assemblée. Daarin staan zeg maar, de nieuwe regels voor wat betreft paspoorten. Een van de meest belangrijke eisen is dat onze paspoorten leesbaar moeten zijn, elektronisch leesbaar. En dat is nog niet het geval. Dat is niet het geval nog en wij moeten dus nieuwe paspoorten gaan laten aanmaken. En dat is een heel proces natuurlijk, maar we willen daar spoedig mee beginnen. Dat is één aspect. Pas dan kunnen we het verzoek indienen bij de Europese Unie om zeg maar, visumvrij reizen, dus Schengen-exemptie te krijgen. De Nederlandse regering heeft wel aangegeven dat ze dus wat geld hebben vrijgemaakt om dat proces te helpen ondersteunen. 2 miljoen euro. Daarnaast gaan wij natuurlijk faciliteiten moeten creëren hier op Sanderij om wat we noemen de machine-readable paspoorten, de leesbare paspoorten, te kunnen verwerken. Want het heeft geen zin om die paspoorten te hebben. Het is ook een eis van de landen waar naartoe je reist, dat je voorzieningen hebt op het vliegveld, dat je paspoorten gelezen kunnen worden. Ramdien geeft verder aan naar de zaken om de Johan Adolf Pengel luchthaven op internationaal niveau te brengen, ook in orde zullen worden gemaakt. Omtrent de wijzigingen voor de paspoorten heeft Ramdien al met minister Somohardjo van Binnenlandse Zaken afgestemd. We gaan de wet zo snel mogelijk indienen, zodat wanneer die rond is, wij kunnen beginnen met het proces van nieuwe paspoorten. En het is tegen dat moment aan dat we denken dat we de aanvraag formeel gaan indienen bij de Europese Unie. En dan begint het lobbyproces bij 27 landen van de Europese Unie. Want elk individueel gaat toestemming moeten geven, goedkeuring moeten geven aan visumvrij reizen naar Europa vanuit Suriname. Nederland en Frankrijk hebben inmiddels aangegeven dat ze er heel positief tegenover staan. Ik verwacht ook hetzelfde van België. En zo gaan we een lobby moeten opzetten met al deze landen om ze te overtuigen waarom het belangrijk voor ons is. Dat zal natuurlijk een enorme positieve ontwikkeling zijn dat je zonder visum richting Europa mag en kan reizen. In het nieuwe paspoort zal een magneetstrip met alle gegevens van de houder worden verwerkt. Surinaamse CARICOM-paspoorten zijn wel veilig, maar jammer genoeg niet leesbaar voor machines. En daar zal de regering naartoe werken, aldus minister Ramdien.